Wat gaan we doen vanavond? Daarvoor ga ik even mijn schermen met jullie delen. We hebben een webinar van een uurtje vandaag. Als het goed is, zien jullie mijn PowerPoint nu? Helma, dan kan je wel even bevestigen, ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Oké. Okay. Goed, we hebben een uurtje vandaag over de opfrisstrainingen. We hebben het in juni gehad over de basiscursus. We gaan het vanavond alleen maar hebben over de opfrisstrainingen. En ik zie wat vragen langskomen over besmettingen en over corona en maatregelen. Die doen we aan het eind van de cursus nog een paar minuten voor inruimen. Maar wij hebben de maatregelen ook pas net gehoord. Dus wij moeten ons vanavond en morgen er ook nog even over beraden. Maar we kunnen ongetwijfeld wel wat over zeggen. Voor de mensen die nieuw zijn in deze Zoom, er zitten een aantal functionaliteiten die handig zijn. Er zit een chatfunctie. Dat zie je onderaan je scherm. Die chatfunctie kunnen jullie lekker kletsen. En dat moet je ook vooral doen. Dan mag je ook vragen stellen. Alleen de kans dat wij ze eruit vinden tussen alle stroom, dat is wat lastiger. Dus daarom hebben we, en dat zie je in de rechterknopje, ook een question and answer knop. Daar kan je echt concreet je vragen stellen. En die vragen proberen we zoveel mogelijk of tijdens het webinar of in de aanlopende fases te beantwoorden. Er zit ook een functionaliteit dat jullie, als jullie interessante vragen zien, daarop kunnen klikken. En dan komen die vragen hoog in het lijstje, dan zien wij ze beter en dan kunnen we ze wat sneller eruit pikken. En uiteraard kan je altijd je hand opsteken. Tijdens het webinar proberen we ook hier en daar wat mensen eruit te vissen met een vraagje. En dan kan je die live in het webinar aan ons stellen en dan kijken we of iemand een antwoord heeft. We hebben dit keer geen polls, soms zitten die erin. Deze keer niet en dan kunnen we jullie nog wat vragen stellen. Wat is het programma voor vanavond? We gaan het even hebben over de gedachten achter de BLS opfrisstrainingen. We gaan het hebben over het scenarioboek en de scenario's die in dat nieuwe opfrisstraining een plekje hebben. En we gaan even inzoomen op de presentatie die we gemaakt hebben voor de opfrisstrainingen. Dat gaat Helma straks ook nog even doen. Dat zijn de drie belangrijkste elementen. Ik zie echt heel veel vragen binnenkomen over corona. We gaan ze nu even laten voor wat het is, maar we gaan echt proberen de laatste paar minuten van het webinar nog even aandacht aan te besteden. Maar we willen dat niet doen ten koste van het opfrisprogramma, want daar was dit webinar eigenlijk voor bedoeld. En mocht er heel veel vragen zijn, kunnen we misschien nog een keer een webinar doen over corona. Oké. Okay. Ik hoop dat iedereen alles gevonden heeft. En dan wil ik de aftrap geven aan Ruben. Er is nog wel een vraag over of jij je voor wilt stellen, Martijn. Sorry. Oh, dat is ook een hele goede vraag. Oh, dat wil ik ook. Ik ben Marten Maas. Ik ben de ambtelijk secretaris van de Nederlandse Reanimatieraad. Ambtelijk secretaris, operationeel manager mag ik zeggen tegenwoordig. Dus ik probeer dagelijkse leiding te geven aan het bureau. En ik praat dingen als webinars aan elkaar. En ik organiseer van alles. En probeer wetenschap, onderwijs en richtlijnen bij elkaar te houden. Dat is ook altijd een hele kunst. Nou, dan is die vraag ermee beantwoord, Ruben. En dan geef ik vanaf hier graag het woord aan jou. Oké, nou, ik ben gevraagd of ik wat wilde vertellen over het hoe en waarom, of de achtergrond waarom we kiezen voor een opfris training. Eigenlijk was er geen opfris training in het huidige programma. Dus hebben we gekozen om toch een opfris programma te maken, omdat er nu ja, eigenlijk niets is. Waarom gaan mijn dia's niet door? Dat is ook bijzonder. Weer naar de volgende dia te komen. Ja, je doet dit. Dus ja, er was niets. En eigenlijk was het de bedoeling dat je dus je basiscursus steeds herhaalde. En dat voldeed eigenlijk niet meer gezien wat maatschappelijke veranderingen. En we hebben steeds meer burgerhulpverleners gekregen. En we hebben steeds ook verschillende doelgroepen waar we ook BLS-onderwijs aan geven. En sommige groepen willen meer uitdaging. Die burgerhulpverlener die wordt ook uitgedaagd in de praktijk. Met allerlei ja, lastige omstandigheden. En daar bereiden ze eigenlijk niet op voor. Dus dat maakt eigenlijk dat je ook verschillende doelgroepen hebt. Die wel ook op een andere manier uitgedaagd willen worden. En we willen ook steeds meer aansluiten bij de doelgroep. Die zwembadmedewerker die heeft misschien andere vaardigheden nodig. Dan die brandweerman of die politieman of die ziekenhuismedewerker. Of iemand van de sportschool. Dus dat heeft ertoe geleid dat we eigenlijk ook een opfris- en vervolgprogramma hebben ontwikkeld. Ja, omdat het dus niet was. En dus iedereen eigenlijk maar iets deed. En waarschijnlijk ook heel goed.
Maar ja, kan je ook veel meer richting geven en uniformiteit brengen door daar ook een programma voor te maken. Wat bij de basiscursus ook al nieuw is, is dat het niet een lesprogramma is, maar ook een instructeurshandleiding. En die hebben we ook bij de opfris- en vervolgcursus. Dat geeft ook veel meer richting en ja, veel meer achtergrond ook waarom er voor bepaalde keuzes gekozen is. Nou, hier zie je zo die opfris- en vervolgmodules. Die modulaire opbouw is ook nieuw. Zo kan je ook op maat, op basis van die doelgroep, ook je programma bepalen. Nou, Helma gaat straks nog met jullie die presentatie doorlopen. En hier zie je een aantal van die modules die nu aangeboden worden. En misschien in de toekomst dat er ook nog wel meer modules bij komen. Ja, de praktijk vraagt meer dan alleen technische skills. Ja, je moet goed kunnen redeneren om het ook toe te kunnen passen. Maar die praktijk vraagt ook dat je op dat kleine zolderkamertje, drie ogen achter, waar je je kont niet kan keren, ook je die redenatie uit moet kunnen voeren. Nou, daar ben je er eigenlijk helemaal niets aan hoe je dat dan moet doen. Dus ja, je moet starten met het aanleren van de praktische skills, hè, de technisch vaardig zijn. Maar je moet mensen, zeker als ze burgerhulpverlener worden bijvoorbeeld, ook voorbereiden op hoe doe je dat dan in die kleine ruimte. En dat is een voorbeeld, maar of in een zwembad, hoe doe je dat met voor die zwembadmedewerker. En dus die omstandigheden vragen ook verschillende skills. En die ziekenhuismedewerker of die politieagent die gewend is om in een pokkelmasker te werken, ja, die moet je dan daar ook in trainen. Ja, de doelgroepen zijn natuurlijk heel divers. In het scenarioboek heb je wel wat voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld voor die buschauffeur of die conducteur of die vliegtuigstewardess. Voor de kleine ruimtes. Maar ook dat scenarioboek kunnen we ook nog uitbreiden specifiek voor die verschillende doelgroepen. Maar ook de voorkennis is divers. En ja, we weten van Wiebe dat als je voorkennis beperkt is, dat je veel beter gestructureerd onderwijs kan geven, zoals het vierstappenplan. Maar als die voorkennis wel wat hoger is, dan win je ze niet door met weer het vierstappenplan aan te komen. Dan werkt scenario-onderwijs beter. Dus ook het is belangrijk dat je ook aansluit bij die voorkennis. En dat doen we denk ik met het opfrisprogramma ook. En dus als je mensen al 10 keer in een herhalingscursus hebt en je begint weer met het vierstappenplan, dan raak je ze ook kwijt. En dan kan je veel beter met scenario-onderwijs aan de slag. Want dan is het leerrendement veel hoger. Nou ja, oefening baart kunst. De opbouw zit eerst dat je eigenlijk bij die opfrisstraining, als je dus die basistraining gehad hebt, het jaar daarna ga je eerst meten. En dat is niet meten om te toetsen, maar eigenlijk vooral meten om te kijken waar staat die cursist. Voor de cursist zelf, maar ook voor jou als instructeur. En dan kan je ook gericht trainen. Van wat heb je dan nog nodig? Eerst die basis, die moet wel eerst goed zijn voordat je verder gaat. Nou, als dat allemaal weer op orde is, dan kan je verder. En dan kan je gericht gaan trainen. Dan kan je dus kijken naar die doelgroep, naar die voorkennis en ook naar de motivatie van die groep. En er zit altijd een verschil of je een oudere mevrouw die in jouw cursus komt, die naar jouw cursus komt omdat een man hartpatiënt is. Of degene die burgerhulpverlener wil worden of politieagent die het ook beroepshalve moet kunnen. Dus dan kan je gericht gaan trainen naar die doelgroep. Dat is natuurlijk wel handig als je een homogene groep hebt. Als er allemaal verschillende mensen in je cursus zitten, dan wordt het wat lastiger. Maar dan kan je natuurlijk nog individueel kijken hoe je dan het scenario bijvoorbeeld aanpast. Nou, belangrijk in dat ook in die opfrisstraining is dat je structuur gebruikt. Set, dialogue of closure of voorbereiding, uitvoering en afronding is gewoon een hele simpele structuur. Eigenlijk kop, romp, staart is ook heel mooi. Ook dat mastery learning wat in die basiscursus zit, komt hier ook heel erg terug. Je gaat pas verder in een stukje complexiteit opbouwen als je daarvoor de beheersing is bereikt. En kies dan ook de passende werkvorm. Het kan betekenen als het een nieuwe vaardigheid is, zoals die pokkermasker, dat je gewoon nog het vierstappenplan toepast. Dat is dan heel effectief. Maar anders ga je bijvoorbeeld naar scenario-onderwijs. In het scenarioboek, waar ik straks nog even op terugkom, daar kan je ook de complexiteit uitbouwen. Scenario's zijn verdeeld in complexiteit. Dus begin niet gelijk met de moeilijkste, maar ja, begin eerst met de makkelijke. En als dan beheersing bereikt is, pak je een iets moeilijker. Nou, moet je nou iets veel doen om goed te worden? Hè? Moet je 10.000 uur piano spelen om goed piano te kunnen spelen? Dat is eigenlijk niet het geval. Hè? Dus gewoon oefenen en herhalen is weinig effectief. Je kan veel beter wel de dag trainen. En dat zie je straks ook in die scenario boeken, dat daar ook heel gerichte doelen bij staan. Zodat je ook gericht kan trainen. Zodat je de beste reanimator wordt van iedereen. Nou, dit is mijn zoontje, die... Je kan wel die opslag oefenen met de tennis, maar met volle aandacht en doelbewust werken aan specifieke afgemakende doelen, bijvoorbeeld de opslag oefenen, werkt veel beter dan gewoon alleen maar gaan tennissen.
En dan is ook feedback, zelfreflectie of zelfmonitoring is van belang. Dus als je dat kan stimuleren als instructeur, dan ben je goed bezig. Dus ook die scenario's dus niet te moeilijk maken. Heel erg met één simpel doel, één scenario daaromheen bouwen en dan heel doelgericht werken. Bijvoorbeeld het werken in een kleine ruimte. En dan kan je daarna weer een scenario doen met een ander probleem. En want oefenen, 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 ja, daar kom je wel een stukje verder mee, maar niet tot een hoog niveau. Dus doelbewust trainen, daar kom je verder mee. Dus ja, meten is weten. Begin altijd eerst met een nulmeting. Als je bij die opfristraining start, ja, train doelbewust. En als beheersing bereikt is, kan je weer een stapje verder. Ja, en een hele belangrijke, doseren is doseren. Wil niet te veel in één keer. Dus gebruik één doel per casus en stop er niet van alles in. Er zijn hier vragen over. Nou Ruben, er zijn heel veel vragen. Ja, ik heb ze niet gezien, want ik was druk aan het kletsen. Nee, dat snap ik. Maar ik zie ze langzaam wel binnenkomen, dus ik ga ze gewoon stellen. En de eerste is een hele interessante vraag. En die komt vaker langs. Dat is namelijk, kan je niet een idee geven hoe lang de verschillende, wat de tijdsduur is van de opfris- en vervolgtraining? Ja, de opfrissen ligt ook heel aan wat het niveau is. Hè? En bijvoorbeeld als je al 10 jaar dezelfde groep lesgeeft en ja, je doet even die nulmeting en het zit er allemaal strak in, dan ben je snel klaar met met dat stapje en kan je door naar scenario training. En het geldt ook, ja, als dat niveau wat minder goed is, ja, dan moet je eerst opfrissen en kost je dat misschien een uur. En kan je dan misschien nog naar scenario training overstappen. En in principe, als je alleen maar komt omdat je man hartpatiënt is en dat is een hele legitieme reden, dan hoef je helemaal geen scenario training te doen. Dan ben je na dat opfrissen klaar om te gaan. En dan heb je ook je doelen gehaald. Dus eigenlijk is die tijd wat niet meer zo vast en heel erg afhankelijk van voorkennis, motivatie en wat iemand ook als doelgroep heeft en wil leren. En kan je dus ook flexibel kiezen voor jouw doelgroep van hé, ik pas daar nog specifieke dingen aan. Hè? Als je bij een revalidatiecentrum les geeft, en die willen wat weten over een haloframe, dan kan je daar wat specifiek, nadat je dat alle anderen hebt gedaan, op ingaan. Is dat voldoende beantwoord, Martijn, denk je? Of heb jij nog aangevuld? Ja, nou, ik denk het. Wat ook goed is om te weten, hè, wat we gedaan hebben ten opzichte van vorige jaren, is dat we echt bij de opfristraining niet alleen een lesplan gemaakt hebben, maar een hele instructeurshandleiding. En in die instructeurshandleiding zijn al die modules uitgewerkt en bij al die modules staat ook een indicatie voor de tijd. Dus voor een scenario zeggen we indicatie 15 tot 20 minuten. Doe je een stukje over de burgerhulpverlening, dan is de indicatie ook een kwartier. Dus afhankelijk van hoe je zelf je bijscholing opbouwt, kan je hem wat langer of wat korter maken. Waarbij we natuurlijk nog wel altijd vanuit gaan dat je niet de 20 cursisten in je klas hebt, maar altijd 4, 6, 8 is wel een beetje de norm waar die ligt. Nee, een andere vraag die terugkomt is, kan het zijn dat het beademen met een ballon en gezichtsmasker in de BLS komt? Nee, dat denk ik niet. Of het moet voor een hele specifieke doelgroep zijn, maar masker-ballonbeademing is een technisch hele lastige en een risicovolle handeling. Dus dat hoort niet in een basic life support cursus thuis. Dat hoort meer in een immediate life support cursus of een ALS advanced life support cursus. Maskerblondering is gewoon een risicovolle handeling, waar je ook veel meer kwaad kan doen. Nee, die discussie is al vaker geweest. En ook al is besproken in de wetenschappelijke raad, maar voor ons nog zeker niet. Nee. En als we die BLS nou kijken voor in-hospital BLS, voor in het ziekenhuis, is het dan denkbaar? Ja, de meeste ziekenhuizen waar ik kom, hebben ze een pocketmasker, gewoon op de verpleegafdeling. Ik kan natuurlijk voorstellen dat je een specialistische afdeling waar ze wel maskerballon. Maar dan moet dat goed in het ziekenhuis geregeld zijn dat ze dat ook borgen daar. Dan zou je dat daar kunnen toevoegen. Maar dan moet je het ook als instructeur ook zelf in het ziekenhuis werken bijvoorbeeld en ook vaardig daarin zijn om dat te kunnen geven. Dat is echt een hele specifieke gevallen. En ik denk ook voor gewone verpleegafdelingen dat ook niet de bedoeling is. Ja. Even kijken hoor, die vraag bewaren we nog even. Ik pik er nog één vraagje uit. En dat is, waar staat die? Er komen zoveel vragen binnenlopen nu. Dus ik moet even zoeken naar het tussen. Oh ja, Ruben, en dat is het toetsmoment. Jij zegt het toetsmoment is na een jaar, hè? Betekent dat ook dat het certificaat nog maar een jaartje geldig is?
Nou, die kan jij denk ik beter beantwoorden, Martijn. Ja, dat is misschien ook wel. Wat we op dit moment aan het overwegen zijn, is om wat we hebben afgesproken, is dat wil je een opfristraining volgen, dan mag de laatste cursus die je gevolgd hebt, of de laatste opfristraining die je gevolgd hebt, niet langer dan een jaar geleden zijn. Dat lijkt het voor de hand om het certificaat een geldigheid te geven van een jaar. Maar we zitten daarbij de keuze aan het maken. Maken we het certificaat een jaar of halen we de geldigheid helemaal van het certificaat af? En zeggen we gewoon, is het certificaat, ben je langer dan een jaar geleden geweest op een cursus? Oftewel, is het certificaat ouder dan een jaar? Moet je weer een basiscursus volgen? Is het jonger dan een jaar? Kan je opfristtrainingen instromen? Dus of het wordt één jaar, of het wordt geen geldigheid op het certificaat. En die discussie die zijn we nog aan het voeren. Ja, onderwijskundig denk ik dat het gewoon high frequency, low dose. Dus liever elke 2 maanden even kort, als eens in de 2 jaar lang. He, dus buiten het formele gedoe over de certificaten, denk ik dat het vanuit onderwijs heel belangrijk is dat je gewoon hoogfrequent, maar laag gedoseerd, dus kort aanbiedt. En dat kan denk ik nu ook met het modulaire onderwijs dat je dat doet. Ja. Dus dit, ja, voor deze, of het een jaar of geen dingen wordt, is dus nog de vraag. Dus er nog één laatste vraag, Ruben, en dan gaan we door naar het volgende stukje. Ja. En dat is, onderzoek heeft laten zien dat de retentie van vaardigheden 3 maanden is. In hoeverre heeft het dan zin om scenario training jaarlijks te doen? Ja, dat is wat ik net zei. Liever dus hoogfrequent, laag gedoseerd. Dus liever elke maand zelfs. Hè. Toen ik in een ziekenhuis werkte, deden we elke maandag de opstart pas geborenen. En daardoor sleet het veel meer beter in. Dus als je mij onderwijs hard vraagt, is dat wat je zou moeten doen. Hoogfrequent, maar laag gedoseerd. Dus elke maand een half uurtje. En ja, de retentie is laag. Ik schrik ook altijd, denk ik, dat ik mijn stinkende best gedaan heb in mijn onderwijs. En dan, dan zie ik ze na een jaar terug of na 2 jaar terug en dan schrik ik. Dus ja, dat klopt. Maar er zit ook met een pragmatische kant aan. Hè. Heel veel organisaties is dat lastiger te organiseren. Maar wees creatief. En daag mensen uit om hoogfrequent les te geven. Oké. Dankjewel, Ruben. En dan kom ik meteen weer bij jou, Ruben. Zouden we eigenlijk naar Ilse gaan? Maar Ilse ligt dus thuis ziek in bed, helaas. Ja. Maar gelukkig hebben we Ruben bereid gevonden ook dat stukje van de presentatie te vertellen. En een van de belangrijke elementen van de opfristtrainingen zijn de scenario's. En daarvoor heeft Stef, Stef is er vandaag helaas niet bij, Stef samen met de werkgroep een scenarioboek ontwikkeld. Waar allemaal verschillende scenario's in staan. En daar gaat Ruben ons ook iets over vertellen. Ja, als hij het doet. Als hij het doet. Nou ja, ik zie wel de vraag. Je moet alleen even naar het begin van de presentatie. Maar dat is... Hier heb ik hem, sorry. Yes. Oké, ja. Eventjes nu, hè, hoe geef je feedback en hoe zit het scenarioboek in elkaar? De scenarioboek staat, daar hebben jullie een mailtje over gehad, die staat sinds een week online. Hoe ziet dat er nou uit? Dat is ook echt nieuw. We hebben gewoon een boek met scenario's en dat is een open boek, dus in de toekomst hopen we daar ook scenario's aan toe te voegen. Ik zag vandaag op de NNR-website dat je het ook scenario's kon aanleveren. Maar als je kijkt naar de opbouw van dat scenario, zie je dat de doelstelling, waar ik het net over had, heel belangrijk in genoemd staat. Welke spullen heb je ervoor nodig? Hoe zet je nou die setting goed? En hoe loopt dan eventjes in een paar punten het verloop van die casus? En rechts zie je dat je nog wat punten genoemd, hoe je bijvoorbeeld die ID in moet stellen. En dan heb je ook nog een checklist bij elk scenario over waar kan je dan op letten. Het is niet een beoordelingslijst, maar vooral een checklist om je feedback ook richting te geven. Dus het is meer een hulpmiddel voor jou als instructeur. Bij elk scenario zie je ook de einddoelen en de leerdoelen die daarbij beschreven staan. Zodat je ook heel gericht die scenario's kan kan observeren. En je hebt geen geheimen, hè? Vertel mensen wat ze gaan leren. Dus je kan ook gewoon die doelstellingen, mensen leren ook beter als ze weten wat ze moeten leren. Dus vertel die doelstelling ook. Ik wil niet zeggen dat een scenario helemaal, dat je helemaal moet vertellen, maar dat je wel weet, waar gaan we vandaag op letten bij dit scenario? Bijvoorbeeld het oefenen met in een kleine ruimte. Hoe pak je dat nou aan, dat werkplekmanagement? Maar dit zijn wat voorbeelden. Ik had het net ook al over structuur. Die voorbereiding, uitvoering en afsluiting. Dus bij die voorbereiding van het scenario vertel je duidelijk de context. Het is wel handig om te weten waar je dat scenario in
in speelt, in een zwembad of in een kleine ruimte in een vliegtuig, kan je natuurlijk stoelen neerzetten. Maar dan is het handig om even te vertellen van hoe die context dan de bedoeling is, dat mensen zich een beetje in kunnen leven. Nou, de rolverdeling, dat je daar duidelijk in bent. Het is handig om mensen een rol te laten spelen die ze ook zelf, dat het heel dicht bij iemand is. En je vraagt niet om een rol te spelen, dus dat zei ik eigenlijk verkeerd. Maar om gewoon te doen zoals je dat ook in het echt zou doen. Dus je liever niet iemand een politieagent laten spelen als die geen politieagent is. Want dan gaan ze wel acteren, want je wil echt gedrag zien. Nou, dan check je ook of de cursist het begrepen heeft door bijvoorbeeld eventjes de opdracht te laten herhalen. Nou, dan ga je het scenario spelen of uitvoeren. En dan grijp je alleen in als het echt noodzakelijk is. En dat is bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. Of iemand echt vastloopt. En eigenlijk coach je als instructeur een cursist in het scenario. Je hoeft niet alles voor te zeggen. Maar als ze twijfelen of iets, kan je ze best een beetje helpen. En om na te laten denken. Om door het scenario te komen. Nou, die checklist kan je erbij houden om te kijken van, hey, er komen alle punten aan bod. En dan ga je ook in die uitvoering ook je feedback geven als het scenario stopgezet is. En dan kan je heb je eigenlijk twee opties, learning conversation of Pendleton, waar ik zo nog even op terugkom. En dan gebruik je de afsluiting, hè, dat doe je dus na je feedback. Als de cursist zelf, hè, in de learning conversation zelf, zijn samenvatting heeft gegeven of zijn leerpunten. Dan sluit je af, nou, het doel van dit scenario was het werken in de kleine ruimtes. Nou, we hebben net een voorbeeld van gezien en een paar dingen in geoefend wat er handig in is. En dan rond je af. Nou, dan zoomen we even in op die feedback. Dus als je scenario begeleidt, is het belangrijk dat je goed kijkt. En dat is lastig als je ook nog het scenario niet helemaal kent. Maar je moet goed kijken naar wat er allemaal gebeurt. En dat vergelijk je met de standaard. Voor de standaard is het natuurlijk de richtlijn. Maar voor heel veel scenario's is het natuurlijk niet een standaard. Hè, hoe om te gaan met een kleine ruimte. Dus dat vraagt ook wel wat creativiteit. En dat staat proberen ook een beetje met de scenario's te begeleiden. Beschrijven wat je daarbij op kan letten. Ja, wees heel specifiek, hè. Dus het ging zo goed, we communiceerden zo aardig en we waren zo lekker rustig. Dat is niet specifiek genoeg, dus vraag door. Je wil weten waarom dat dan handig is als de rust was in het scenario. Ja, met de intentie om het gedrag te veranderen. Ja, dus probeer met een positieve inslag die feedback in te gaan. En ook voor die feedback is het handig om gewoon structuur te hebben. Zodat dat ook een leidraad is. Nou, dan eventjes de vormen van feedback in Basic Life Support, hè. Als je een vaardigheid moet aanleren, dan grijp je direct in als iets fout gaat. Dus in het 4-stappenplan, bij de oefening stap 4, je ziet dat het beademen met veel te veel lucht gaat of heel veel luchtlekkage, grijp je direct in. En ben je ook vooral positief, maar dan coach je iemand om iemand het nog een keer te laten oefenen. En je geeft ook specifieke feedback wat ze dan beter kunnen doen. En dan help je ze om de beademing goed te laten doen. Dus daar grijp je direct in. In het basic programma van de BLS zit ook wat scenario-achtige settings bij die AED aanleren. Daar kan je bijvoorbeeld heel goed die Pendleton toepassen. Nou, in die office training zitten dus die scenario's. En daar zou je heel goed ook de learning conversation toepassen. En ja, daar kan je ook de Pendleton voor gebruiken. Maar learning conversation is daar een hele goede methode. Nou, hoe doe je dat, die learning conversation? Je bepaalt eigenlijk met elkaar de agenda. Een hele goede vraag is van, hey, waar willen jullie het over hebben als het scenario is afgerond? En stel dat de groep daar niet mee komt, dan kan je zelf op basis van de leerdoelen met een agenda komen. Maar belangrijk is dat de kandidaten dat zelf vooral aangeven. Misschien hebben ze frustratie ervaren in het scenario, of vonden ze het heel erg grappig, of liepen ze tegen een ding aan. Dus vraag, wat willen jullie bespreken? Eventueel kan je er zelf dingen aan toevoegen. Nou, dan zit je in de onderzoeksfase en dan ga je vooral analyseren. Ga je vooral vragen stellen. En dan ben je vooral op zoek naar, ja, wat dacht iemand? Wat was iemand zijn denkframe? Bij Pendleton is het eigenlijk vooral vaststellen. Iemand is iets vergeten. En hier ga je eigenlijk vooral meer onderzoeken van, hey, wat maakt er nou dat je iets vergat? Want dat kan natuurlijk altijd. Maar het is veel interessanter om te weten waarom dat was, als alleen maar te zeggen dat er iets gebeurt. Want dan kan je ook tot leren komen. Nou, kijk ook vooral naar alternatieven. Betrek heel de groep. Kom met ideeën. En kijk of je tot een mooie oplossing dat kan komen. En laat vooral de kandidaten dat zelf ontdekken. Nou, die samenvatting is ook anders dan Pendleton. Bij Pendleton vertelt de instructeur wat je iemand geleerd heeft. Dat is natuurlijk veel krachtiger als je zelf aangeeft van, hey, wat heb ik nou geleerd uit dit scenario? Of stel dat je dit morgen hebt, wat heb je dan geleerd? Stel dat je morgen in een kleine ruimte moet reanimeren. Wat heb je dan geleerd uit dit scenario? Nou, dan kom je ook echt tot leren. Dus samenvattend, tijdens vaardigheidsonderwijs geef je directe feedback.
Tijdens scenario 8 onderwijs in het basisprogramma geef je Pendleton. En tijdens die scenario's in office training kan je Pendleton, maar vooral ook learning conversation, omdat je net wat meer de diepte in kan gaan, gebruiken als feedbackstrategie. Zijn hier nog vragen over? Nou, Ruben, er is een vraagje van Donnie. Hey Donnie. Donnie, en ik ga even aan Donnie vragen of ze die in de uitzending wil stellen. En als Donnie dat wil, dan mag ze haar microfoontje ont. Dat heeft ze al gedaan zelfs. Donnie, zou jij je vraag eens willen stellen? Hallo. Ja, ik geef vrij veel reanimatiecursussen. En niet alleen binnen een ziekenhuissetting, maar ook gewoon bij BHV-lessen. En het gaat niet zo gemakkelijk als wat dat Ruben schetst om een scenario goed neer te zetten. Zodat mensen hun emotie die ze ervaren bij het scenario ook naar buiten laten treden. Zonder dat je daar iemand hebt als slachtoffer om te behandelen. Wij gebruiken al meer dan 3 jaar gebruiken wij scenario trainingen binnen de reanimatie. En wij maken daar gebruik van Lotus mensen. En die mensen zijn getraind om iets daadwerkelijk te laten gebeuren. Op een veilige manier. En dan kunnen die emoties wel naar boven komen wat dat je nodig hebt om mensen te trainen. Waarom wordt dat niet genoemd eigenlijk bij jullie? Nou, dit is zeker een mogelijkheid. En ik zeg zeker niet dat scenario training makkelijk is, hoor. Dus dat, maar Lotus kun je prima gebruiken. Hè? Want de beste reanimatie is de reanimatie die je voorkomt. Dus je kan zeker ook scenario's trainen over hoe het voorkomen van de reanimatie. Dan is het herkennen van de reanimatie ook heel erg belangrijk. Hè? In Nederland zitten we op een hoog cijfer van gestarte reanimaties. Maar nog steeds worden de reanimaties niet gestart. Dus ook in het herkennen, bijvoorbeeld dat gaspen, kan je prima iemand neerleggen. En over het herkennen. En ook naar de normale ademhaling kijken, buiten de COVID-tijd dan, kan je zeker ook trainen bijvoorbeeld met een Lotus. Laat ze maar snel, langzaam, alles wat niet normaal is, laat ze maar eens een keer zien. Op een pop ademen ze nooit. Dus dat is heel mooi om ook met een Lotus te doen. En ook scenario's in een kleine ruimte, als je mensen moet verplaatsen met een echt gewicht van een Lotus. Ja, dat zijn hele mooie leerzame momenten. Dus niet altijd een pop gebruiken, zeker niet. Nee, precies, maar daar wordt binnen jullie richtlijnen wordt daar ook niet over die mogelijkheid gesproken. En dat vind ik zelf erg jammer. Nou, ik daag je uit om een scenario in te dienen met een Lotus. Hè. Dat kan nu op de NNR-website, dus doe dat dan ook. Want dat scenarioboek is niet af, hè. Dat is juist met jullie ervaring en ook misschien instructeurs die je luisteren, die in aparte doelgroepen lesgeven. Kom met scenario's, want daar is het boek ook voor bedoeld. Dus deel ze met ons. Ik zal de laatste 2 scenario's zal ik doorgeven. Ja, leuk Donnie, maar dat is een goed punt wat je noemt. Ja. En ik denk ook wel nog iets aan toevoegen hoor, Ruben. En dat is dat we inderdaad niet Lotus in het instructeurshandleiding hebben opgenomen. Om eigenlijk dat we natuurlijk altijd vanuit gaan dat er een groep is op basis van instructeur-cursisten. Zo zit heel reanimatieonderwijs in elkaar. Ik wil niet zeggen dat het niet tot de mogelijkheden behoort als je dat integreert in andere stukken. Dus dat is zeker iets om nog aan te vullen, ben ik helemaal eens. Ja. Ja, dat wil ook niet zeggen dat je altijd Lotussen moet gebruiken. Hè? Dus dat is, nee, het is kan een meerwaarde hebben. Oké, okay, ja. Donnie, dankjewel. Graag gedaan. En dan heb ik nog een vraag voor jou, Ruben. En die komt van, Jules. Die komt ook, als ze haar microfoon even unmute. Hallo, Jules. Ja, heb ik gedaan. Hoi, ben ik te horen? Ja, zeker. Je bent heel goed te horen zelfs. Nou, je zei net met die scenario training dat het afhangt welke doelgroep je voor je hebt. Ja. Dat het voor die vrouw met haar man met hartklachten dan misschien minder interessant zou zijn. Maar dan denk ik, wat voor scenario's heb je dan wel in je hoofd? Zeg maar. Want het lijkt mij dat voor een dame met een man met hartklachten ook scenario's van belang zijn. Want ook die kan in een kleine ruimte vallen of in een badkuip of in een kruipruimte of midden op de weg. Snap je? Dus waarom zou het voor, wat voor scenario's heb je dan in je hoofd? Nee, dat klopt. Natuurlijk kan hij dat ook treffen. Maar die burgerhulpverlener heeft gewoon veel meer exposure op dat vlak. Maar als die, en ik veralgemeniseer natuurlijk heel erg, hè, maar die dame die naar de cursus komt en daardoor gemotiveerd is omdat een man hartklachten heeft, die gaat niet drie straten verderop rennen en een vreemd huis naar binnen. Wat die burgerhulpverlener wel doet. Dus de kans dat zij in vreemde situaties terechtkomt is wat kleiner. Maar ook zo'n kandidaat kan je zeker ook scenario's aanbieden.
Maar dat hoeft niet, hè. Het is, dus je moet heel goed uitzoeken wat iemands motivatie is, waarom die in zo'n cursus komt. Als de basis maar opgefrist wordt, en zeker zijn er ook scenario's denkbaar, en die staan ook in het scenarioboek, die je voor zo'n doelgroep kan gebruiken. Maar ik denk bijvoorbeeld, hè, zo'n mevrouw die dat doet voor haar man, ja, die gaat niet drie straten verderop rennen, maar die komt ook niet in een, waarschijnlijk niet in een zwembad. Ja, dat kan ze natuurlijk ook privé komen. Of die komt niet op die ziekenhuisafdeling, of die zit niet bij de brandweer waar ze geconfronteerd wordt met drenkelingen. Of die, ja, die komt niet in de vliegtuig, dat kan natuurlijk ook, maar snap je wat ik bedoel? Dus daar, we hebben het meer over scenario's voor specifieke beroepen, zeg maar, die bijgeschoold worden. Ja, maar ook voor die burgerhulpverlener, die komt natuurlijk echt bij mensen thuis in kleine ruimtes. Het is ook voor burgerhulpverleners kan je specifieke scenario's doen. Is dit een beetje antwoord op je vraag of niet? Ja, een beetje, maar ik vroeg me af waarom, want je zei specifiek dat het voor die dame met die man met hartklachten niet zo interessant was. Maar ja, ook die woont in een thuissituatie met kleine ruimtes. Dus ook die moet dan kunnen handelen, zeg maar. Dat is wat ik bedoel. Ja, excuus. Ik veralgemeniseer wat even om het voorbeeld duidelijk te maken of het contrast duidelijk te maken. Maar je hebt helemaal gelijk. Ook die mensen kan je scenario's aanbieden. Maar het is ook hoe ver iemand uitgedaagd wil worden. Dus dat is jou als instructeur de vrijheid om je groep cursisten voor je een beetje aan te voelen. Van wat hebben ze nodig? En als die mevrouw gemotiveerd is om één keer per jaar een uurtje te komen en dat voldoende vindt, dan is dat ook prima. Dus je hoeft niet per se scenario onderwijs te geven. Dat is eigenlijk wat ik daarmee wilde benadrukken. Oké. Okay. Ja. Ja, dus ja, een goed punt. Ja. Het is goed om een keer in het scenarioboek. Het scenarioboek staat bij ons op de website. Komt ook niet als hardcopy beschikbaar. Maar is gewoon een levend document waar de komende tijd ongetwijfeld scenario's bij komen, wat dingetjes veranderen. Dus dat document is gewoon een document om vaak te downloaden. En als je er eens op je gemak in bladert, zie je dat er echt voor heel veel verschillende doelgroepen scenario's in zitten. Het is goed om dat regelmatig terug te kijken en is er uitgebreid in te bladeren. Dankjewel, Jules, voor je vraag. Ja, dankjewel. Eens even kijken. Ik zie nog een heleboel vragen. En er zit één vraag tussen die ik ook een paar keer terug zie komen. En dat is, die gaat toch nog weer over de geldigheid van het certificaat. Als we dat een jaar maken, wat betekent dat dan voor burgerhulpverleners in hartslag nu? En een van de belangrijkste overwegingen om na te denken over geen geldigheid op het certificaat, is om organisaties als hartslag nu zelf de mogelijkheid te geven om te zeggen, hoe oud mag zo'n certificaat nou zijn? He, want op het moment dat je het een jaar doet en mensen willen niet elk jaar scholen, dan vallen ze er te vroeg uit. Maar we willen wel vaak scholen en je wil niet je groep van burgerhulpverleners te veel inperken. Dus op het moment dat wij de geldigheid van het certificaat afhalen, dan heeft Hartslag nu meer vrijheid om te zeggen, nou, wij vinden dan het certificaat 2 jaar oud mag zijn. Terwijl iemand dan wel niet meer een opfriscursus mag volgen, maar weer een basiscursus moet volgen, maar wel nog steeds hulp kan verlenen. He, dus met het afhalen zitten we juist daar. Komt wat meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties als Hartslag nu om te zeggen hoe oud mag je certificaat zijn. Kijkend naar de tijd, Helma, en wat vragen die nog binnenkomen. Wil ik Helma vragen of jij ons even mee wil nemen door de presentatie die we gemaakt hebben voor de opfristrainingen. Zeker, dat wil ik graag. Ik vind het fijn dat er zoveel instructeurs beschikbaar zijn vanavond om met elkaar deze eerste opfris- en vervolgtraining door te nemen. En dat doen we eigenlijk aan de hand dadelijk van de diasorteerder. Maar in eerste instantie moet ik hem even zo openen. Ja. Iedereen heeft hem voor zich, denk ik? Ja, we kunnen hem prima zien. Nou, we hebben dus, Ruben zei het al, voor het eerst nu een echte opfriscursus. En dat is niet alleen maar een uitbreiding, maar dat is ook vooral een cursus waarin we de verdieping kunnen vinden. En daarmee kunnen we ook gericht maatwerk leveren. En dat is denk ik wel een belangrijke verbetering als het steeds herhalen van de basiscursus. Als we kijken naar wat er allemaal te downloaden is aan lesmateriaal, dan is misschien de instructeurshandleiding die hierbij hoort wel een van de belangrijkste dingen. In deze handleiding, die je zeker goed moet doornemen voordat je met de cursus aan de slag gaat, ja, staan heel veel tips en adviezen die je goed kunt gebruiken om gedurende de cursus helder te maken. Verder
staan er in de presentatie op diverse plaatsen in de notitiepagina's opmerkingen die je goed kunt gebruiken om een specifieke richting aan het onderwijs te geven. En daar wil ik even bij stilstaan. Als je kijkt naar de volgende pagina, moet ik even zo terug. Nou, Ruben zei het al, we hebben dus een vaste basiscursus en daarop volgt altijd het opfrissen als eerste onderdeel van de opfriscursus. En dat opfrissen, dat is niet alleen maar snel kijken hoe de vaardigheden ervoor staan. Een vaardighedencheck noemen we het ook wel, maar het is vooral ook om te laten zien aan de cursisten dat ze de cursus en de vaardigheden meester zijn. Dus het is hier het principe van mastery learning. En als we er heel snel eventjes doorheen lopen, dan zie je ook dat je in 12 dia's eigenlijk de kans krijgt om met de mensen allemaal weer met de neus in dezelfde richting te komen. En dat geeft een mooi overzicht, want het heeft geen zin om in de hele PowerPoint met jullie door te lopen, want jullie kennen ongetwijfeld alle ins en outs van het onderwijs hierin. Maar je ziet in de diasorteerder, dat moet ik even zo doen, dat die dus begint met het opfrissen van de cursus. Nou, dat zijn 12 plaatjes waarin je uitgebreid weer, of minder uitgebreid, afhankelijk van de doelstelling en het beginniveau van de groep, hoe je uiteindelijk tot een afronding komt en uiteindelijk in het laatste plaatje de keuze weer kunt maken om te vervolgen naar je volgende stap. En dit zijn snelkeuzetoetsen. Nou, in het huidige onderwijs is denk ik dit onderdeel wel heel belangrijk, dat je de COVID-19 reanimatie benoemt. Daar kunnen we even naartoe skippen. Het belangrijkste is dat de cursisten ook nu de kans krijgen om met COVID-slachtoffers te trainen of met COVID-slachtoffers te maken kunnen krijgen en dat ze in die setting ook kunnen trainen. Zorg vooral dat je met zo min mogelijk hulpverleners aanwezig bent en dat je eigenlijk nu al niet alleen het advies van de meldkamer krijgt, maar dat iedere reanimatie zal starten met een wellicht COVID-besmette patiënt of verdacht van COVID. Dus die tijdelijke maatregel dat de meldkamercentralist adviseert, dat is nu even weer van de baan, maar we hopen dat dat heel snel in de toekomst weer naar normaal gaat als het aantal besmettingen weer een beetje acceptabel wordt. Als we doorklikken, er zijn dus een vijftal modules, dan moet ik eventjes weer terug voor jullie. Er zijn dus een vijftal modules en die modules die zijn natuurlijk allemaal even belangrijk, maar ik wil speciaal even stilstaan bij de module van de burgerhulpverlener. Want dat is toch wel een module waarin de mensen zich die daar specifiek interesse in hebben, voor aanmelden of die net de cursus hebben gedaan en uiteindelijk zich willen aanmelden als burgerhulpverlener. Die worden daarin specifiek meegenomen in wat ze tegen kunnen komen in hun rol. Dus dat sluit veel meer aan bij de echte training als de echte praktijk dan wat we soms alleen maar in de training laten zien. De burgerhulpverleningcursus die begint met een hele mooie animatie. En die animatie die duurt maar een minuutje. Die is van Hartslag Nu. Die kunnen jullie uitgebreid thuis ook een keertje doorkijken. Maar in die animatie, daar wordt heel duidelijk uitgelegd wat burgerhulpverlener inhoudt en hoe je uiteindelijk opgeroepen kunt worden. Die oproep die kun je op verschillende manieren. Oeps, we slaan hem even over nu. We gaan niet naar de animatie luisteren. Je kunt op diverse manieren eigenlijk gewaarschuwd worden via de app of de sms. En je kunt die oproep ook weer accepteren of afwijzen. En in dat afwijzen zou ik met nadruk willen zeggen, denk daar als instructeur, sta daar niet te veel bij stil. Je moet de cursist wel de keuze laten om de mogelijkheid te hebben dat ze af kunnen wijzen. Maar hier staat juist voor dat elke seconde telt en dat je daar niet te lang over moet nadenken. Van belang is dat je in deze cursus ook leert dat als je als eerste te plaatsen komt, dat je je hele situatie bewust bent ook. Dat je zorgt voor je
eigen veiligheid en omstandersveiligheid, maar dat je ook je werkplekmanagement goed beheerst. En dat er speciaal daar ook aandacht voor is in de scenario's dan. Voor de rest is het vooral een team spirit. Vooral als je met meerdere hulpverleners na verloop van tijd aanwezig bent als burgerhulpverlener, dan is het goed te weten dat je met elkaar duidelijk moet communiceren en dat je daarin helder bent ook. En met andere hulpverleners het plan afstemt. Behalve dat je aanvankelijk als eerste soms ter plaatse bent, kun je al heel snel met veel meer mensen ter plaatse zijn. En dan is het van belang dat er duidelijk leiderschap is, maar ook duidelijk volgerschap. En dat er taakgerichtheid moet zijn en effectief moet samenwerken en dat er een duidelijk plan van aanpak is. Dat wordt allemaal één voor één in de diverse dia's weer uitgelegd. En de notitiepagina's die zei ik al, die sturen je ook een bepaalde richting op. Het is van belang als er voldoende hulpverleners zijn, dat je ook weet dat je kunt vertrekken als er echt geen hulp meer gewenst is. En dat je kunt, en mocht je nazorg nodig hebben, is het goed om te benadrukken dat die nazorg ook echt persoonsafhankelijk is. Dat kan in de vroege fase zijn, maar dat kan ook in de late fase zijn. Hartslag Nu neemt meestal zelf contact op als je via dat adres verzonden bent. Maar weet ook dat je contact op kunt nemen met je huisarts of met slachtofferhulp. Maar hier is vooral de gedachte dat je doorverwijst en niet zelf probeert als hulpverlener of als nazorg te leveren. Stel je voor dat het geen reanimatie is en je hebt alleen maar te maken met een bewusteloos slachtoffer. Dan is het goed om met de centralist te blijven overleggen en dat je besluit om elk minuut ook te controleren of er nog steeds ademhaling is. Als burgerhulpverlener kun je ook bij reanimaties van kinderen geroepen worden. Dat zal niet bij kinderen van onder een jaar zijn, maar hier geldt dat je vooral doet wat je bij de volwassen reanimatie geleerd hebt. 30 om 2 en mocht je als hulpverlener ook een volledige kindercursus hebben doorlopen, dan hou je de richtlijn voor de kinderreanimatie 15 om 2 aan. Dan volgt er weer een animatie tot slot. En in die animatie wordt vooral wat verteld over de beschikbaarheid. Hoppakee, die hoeven we ook niet af te luisteren. Ik wil even door. Nee. In ieder geval, in die animatie wordt duidelijk uitgelegd in hoeverre je beschikbaar kunt opgeven via GPS of woon-werk en of je wel of geen code nodig hebt en dat er soms ook een annuleringsbericht kan komen. En dat is ook van belang om te benoemen dat je ook een melding dat je onderweg bent en soms ook al een annulering krijgt en dat je niet meer hoeft te komen. Als je dan weer even terug gaat naar de sorteerder, dan heb je de hele module van de burgerhulpverlener gehad. Dan kun je weer switchen of bijvoorbeeld naar het beademingsmasker. Nou, het beademingsmasker is eigenlijk, zijn maar een paar plaatjes en die worden ondersteund met het filmpje van de NNR, waarin het duidelijk uitgelegd wordt hoe het beademingsmasker werkt en hoe je het kunt toepassen. Uiteindelijk na iedere behandeling van, van het menu, van de module, vragen en samenvatten. Als we even verder kijken, en daar wil ik even speciaal bij stilstaan, dat zijn de niet-technische vaardigheden. Ik laat hem even op de diasorteerder zo staan. Die niet-technische vaardigheden, dat is bij uitstek een module die kiest voor de verdieping. En die gaat juist in op de omstandigheden en de menselijke factoren die een rol spelen bij het werken in teamverband. En die niet-technische vaardigheden kunnen voor verschillende doelgroepen best van belang zijn, zeker voor mensen die meer met reanimaties te maken hebben, bijvoorbeeld brandweer, maar ook weer die burgerhulpverleners of andere groepen die om wat voor reden dan ook meer met reanimatieoproepen te maken hebben. Reanimatie, ik zei het net al, vraagt bij uitstek is dat teamwork.
en die niet-technische vaardigheden tussen het moment van de circulatiestilstand en het daadwerkelijk starten van de reanimatie, daar gebeurt eigenlijk in het brein van alles. In de eerste instantie moet je, ik zal hem even oproepen, in de eerste instantie moet je de gebeurtenis opmerken en dat gaat vaak ook gepaard met ja, selectieve herkenning eigenlijk, hè, selectieve waarneming. Je moet het ook herkennen als een noodzaak van reanimatie. Je moet weten als iemand gaspt dat dat ook daadwerkelijk een teken is van circulatiestilstand. En dan moet er nog de bereidheid zijn om te starten met de reanimatie. Nou, de centralist speelt hierin weer een cruciale rol. En die zal je ook door de hele procedure helpen. En als je ergens twijfelt over wat voor symptoom ook, dan zal de centralist je duidelijk helpen. En die zegt het ook, ik ga je nu helpen. Verder is het goed om de cursist bekend te maken met het fenomeen omstanderseffect. En hoe meer je weet van de achtergronden van de menselijke reacties, menselijke factoren die op de achtergrond soms spelen, hoe eerder je geneigd bent toch om te starten. Hoe meer omstanders er vaak zijn, hoe minder we geneigd zijn om te helpen. En dat geldt ook hoe beter we de persoon in kwestie kennen, het slachtoffer kennen, hoe meer we geneigd zijn om te helpen. Maar als je bewust bent van al deze factoren als cursist, dan weet je dat je snel moet handelen. Maar het is goed om dat vooral in een cursus duidelijk te benoemen, dat deze effecten er soms zijn. Nou, dit plaatje hebben we eerder gezien, leiderschap en volgerschap. Het is duidelijk dat als er professionele hulpverleners komen, dat dan misschien de burgerhulpverlener meer volger is dan leider, wat hij aanvankelijk was als hij als eerste ter plaatse kwam. Maar het gaat hier vooral om samenwerken, goed communiceren. En volgerschap betekent niet dat je maar alles klakkeloos aanneemt, maar dat je ook blijft signaleren in wat je ziet waarvan je denkt dat dat niet goed gaat. En dat je dat ook benoemt. Even kijken. Die taakleiderschap hebben we net al benoemd, Jan. De taakgerichtheid, het plaatje, dat is eigenlijk wel een mooie. Dat als je betrokken bent bij de borstcompressies en de beademingen, dat je daar ook volledig op focust. En dat je je niet bemoeit met bijvoorbeeld de opvang van de familie of de buren of alles wat er nog binnenkomt in de huiselijke omgeving. In het filmpje wordt, of in deze dia wordt in de notitiepagina verwezen naar een mooi filmpje over taakgerichtheid, over de landing op de Hudsonrivier. Misschien leuk om een keertje naar te luisteren. Verder kom je langzaam naar nog een keertje die taakverdeling en die effectieve samenwerking. Er moet duidelijk leiderschap zijn, zeiden we net al. Wie bewaakt de AED? Wie analyseert elke 2 minuten? Wie vangt de hulpverleners op? Dus dat is echt een taakverdeling. En die kun je met elkaar afspreken. Dat is niet per definitie een aangewezen persoon, maar dat je daar wel bewust van bent. Denk vooruit. Heb een plan van aanpak. Probeer oog voor elkaar te houden, ook tijdens de reanimatie is belangrijk. Dan beëindig je deze module met eventuele vragen. En je vat het nog een keertje voor jezelf samen. Dat het een team spirit is waarin allerlei menselijke factoren een rol kunnen spelen. Waarvan jij als instructeur het bij de cursist duidelijk kunt maken om over de drempel te komen, niet te haperen. Als je de gebeurtenis opgemerkt hebt en je herkent de noodzaak, dat je de bereidheid hebt ook om te starten. En dan kom je eigenlijk op het einde van de module en dan worden scenario's daarin getraind. Dan komen we weer bij de snelkoppelingen. En dan kunnen we uiteindelijk nog door naar de alternatieve of afwijkende algoritmes. Nou, die zijn eigenlijk van belang daar waar een ander algoritme geldt dan wij voor de NNR hadden. Dus het moment van alarmeren of misschien bijvoorbeeld de kinderreanimaties. Of in ieder geval alles wat er afwijkend kan zijn. Dat is ook de vrijheid van de cursus. Dat je daar nog je eigen inbreng in hebt.
Tot slot wil ik nog even met jullie doornemen wat we hebben besproken. In ieder geval is de opfris- en vervolgcursus nieuw. Mijn ervaring is dat je de handleiding echt goed door moet nemen voordat je de cursus gaat geven. Weet dat je altijd start met opfrissen en dat er een vaardigheidscheck eigenlijk aan vastzit. Dat iedereen op hetzelfde niveau zit. En dat je daarna pas je vervolgmodules kunt volgen. Er is geen vaste tijdsduur, er is wel een richttijd in de handleiding genoemd. En ik zou willen benadrukken, kies een module die past bij het scenario en het beginniveau en de doelstelling van de cursisten. Zijn er misschien vragen? Helma, er zijn een heleboel vragen. Oké. En ze gaan over van alles, dus ik kan ze er niet zo... Ik zal ze niet allemaal over je uitstorten. Sommige komen nog over de COVID, daar zullen we het straks nog over hebben. Ja. Maar er is wel een vraag die even nog inhaakt op jouw modules. En even die vraag is, is het dan bedoeling dat in de opfris al die modules aan bod komen? Moeten we en de COVID doen en de burgerhulpverlening en die technische ervaringen? Nee, dat is een hele goede vraag. Laten we even naar voren gaan weer. Even, de opfrismodule begint, die is standaard. Daar kunnen we niet onderuit, om het zo maar even te noemen. Dat is een standaard module, die zit er altijd in. Daarnaast kies je, afhankelijk van het niveau en de doelstelling van de cursus die je geeft, of de opdrachtgever die een bepaalde module wil hebben, kies je de module. En dat kan de ene keer, voor nu zou ik zeker zeggen dat je de COVID-module zeker moet hanteren. Maar als dat voor een eerste keer is dat je een opfriscursus hebt en je hebt de COVID-module gehad, dan zou het beademingsmasker een mooie aanvulling kunnen zijn. Heb je een groep die zich voor de allereerste keer aanmeldt na 1 jaar als burgerhulpverlener, dan zou je zeker die module op kunnen pakken om te onderwijzen. En die niet-technische vaardigheden, dat is echt wel een module, denk ik, waarin je al enige ervaring zou kunnen hebben als burgerhulpverlener. Dat je daar wat meer van bewust bent, wat daar nog allemaal op de achtergrond speelt. Maar het hangt zeer dus af van de doelstelling en de samenstelling van de groep. Oké, dankjewel Helma. Ik heb nog een andere vraagje, die is dan ook interessant. En die wil Ruben misschien wel beantwoorden. Om het een beetje af te wisselen. En Ruben, de vraag is, waarom doen we nu eigenlijk het nieuwe materiaal presenteren en niet naar de nieuwe IRC-richtlijnen? Die er toch ook binnenkort weer aankomen. Ja, we hebben expres onderscheid gemaakt tussen het technisch, hè, dus de nieuwe richtlijnen, en het onderwijs apart te veranderen. Omdat anders te veel verschillende dingen in één keer komen. Ze hebben juist uit elkaar gehaald. Hè? Dus richtlijn is vooral hoe moet je het anders technisch aanpakken. En hoe geef je het, hoe pas je het onderwijskundig het best aan. Dus dat hebben we echt apart voor gekozen om dat uit elkaar te halen. Ja. Een ander vraagje. Die, want we hebben nog 5 minuutjes zie ik. Dus ik wil de vragen rondom de modules en de office trainingen even laten of wat ze zijn. Ik zie er nog een paar, maar dat wordt een beetje krap in de tijd. Er zitten een aantal vragen van COVID, hè, wat natuurlijk op dit moment toch wel speelt. En een van die vragen is, kan ik überhaupt nog wel lesgeven of moet ik lesgeven? Hoe zit dat met licenties en dergelijke? Dan denk ik dat het goed is voor iedereen om te weten dat we als NNR en samen met de IRC is besloten om alle certificaten, zowel voor providers als voor instructeurs, die in 2020 verliepen, 1 jaar te verlengen. Dus er verlopen dit jaar geen certificaten. Dat betekent wel dat het volgend jaar wat drukker wordt. Maar dit jaar verlenen er geen certificaten. Hè? Dus een van de criteria die we steeds stellen bij het onderwijs nu, en zeker nu de maatregelen worden aangescherpt, is als onderwijs niet direct noodzakelijk is, dan kan je het rustig een paar maanden uitstellen. En dat is natuurlijk altijd de grote discussie, wat is noodzakelijk? Nu, als je op de EBO-verenigingen elke 3 maanden training geeft, dan kan je echt wel een keer 3 maanden niet doen en dan wachten tot het wat rustiger is. Als je in een wijk woont waar burgerhulpverleners standaard als eerste zijn, en het zijn er maar weinig en je wil net een groep opleiden, nou, dan is de noodzaak wat hoger. En als er in jouw regio dan niet zoveel aan de hand is, dan zijn de maatregelen op dit moment nog niet zo dat ze onderwijs verbieden. Hè? Dus op dat betreft moet je zelf even wat aanvoeden waar de noodzaak is. Maar als het niet nodig is, doe het niet. Nog een vraagje die we terug zien komen is, moet ik nou wel beademen tijdens de reanimatiecursus? Ruben, wil jij daar wat over zeggen? Ja, tijdens de reanimatiecursus hoort beademen gewoon bij het opleiden. Dus dat kan je ook veilig. Er zijn wel wat voorwaarden voor. Dit lees je ook in het advies wat op de NNR-website staat.
Je hoeft niet per se een eigen pop te hebben, maar als je maar in ieder geval het gezicht reinigt en de longen vervangt na elke cursist. Dus ja, beademen hoort in de cursus. In het echt laat je nu het beademen achterwege, maar tijdens het trainen op 1,5 meter, dat zijn allemaal voorwaarden, kan je dat veilig trainen. Sterker nog, het moet dus ook in de training om te kunnen certificeren, want beademen vormt gewoon een wezenlijk onderdeel van de basic life support. Maar we weten ook, hè, mensen volgen niet elk jaar, elke maand een scholing. Dus nu zien we dat het even niet zo is. Maar over 2 maanden kan het zijn dat we zo snel mogelijk weer terug gaan normaal. Hè, zolang zo snel daar ruimte voor is. Ja, en als je dan geen beademen hebt geleerd in je training, dan kan je het komend jaar niet. En dat is waar we als NNR bovenop zitten. En daarom wat Ruben zegt. Er was nog een heel leuke vraag over office training en digitaal onderwijs. En die komt van Jeanette. Dan ben ik Jeanette even aan het zoeken in het rijtje. Jeanette, zou jij je vraag live willen stellen? Jeanette Scheper heb ik het dan over. Dan moet je even de knop unmuten. Dan hoop ik dat je een microfoontje hebt. Ja, daar is ze. Hallo. Hallo, Jeanette. Goedenavond. Ja, ja, ik heb veel oudere cursisten. En ik heb volgende week een vergadering met het bestuur hoe we deze cursisten gaan helpen. En ik was eigenlijk van plan om voor te stellen om zoveel mogelijk digitaal te gaan doen dit seizoen. En dan 1 keer in de maand. En dan de mensen eerst een scholing via filmpjes of een opdracht, dat ze dat alvast ter voorbereiding kunnen doen. En dan vervolgens wil ik ze eigenlijk of 2-aan-2 via Teams bij elkaar laten zetten. En dan dat ik digitaal kijk hoe ze de handelingen doen. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Helma, Ruben, wie wil? Ja, ik vind het fantastisch. Wees creatief. En wat ik zei, liever hoogfrequent en wat laag gedoseerd. En dit zijn allemaal mooie initiatieven. Kijk, uiteindelijk certificering, weet ik niet hoe dat zit. Maar ja, wees creatief nu, zeker. Kijk naar de noodzaak, maar als je dit soort dingen kan aanbieden, doe het. Ja. Oké, ga ik dat doen. Dankjewel. Succes. Ja. Ja. Er wordt nog een vraag gesteld over digitale lesvormen, herhalingen en opfrissingen. Nou, je ziet, we zijn deze periode al begonnen met webinars voor de instructeurs. Dat dan wel te verstaan. Maar we willen wel het nieuwe onderwijs en het module meer gaan gebruiken om e-learning en andere digitale lesvormen en opfrismomenten verder vorm te geven. De nieuwe website is daar ook een start voor, inzet van social media, maar er is heel veel te verzinnen als appjes waarin mensen bij wijze van spreken elke week een vraag krijgen voorgelegd en alleen al een vraag na moeten denken en beantwoorden is een soort van opfrissen. Dus de bedoeling is wel dat we dat de komende tijd, en dat zijn echt natuurlijk trajecten die niet in 3 weken geregeld zijn, wel steeds meer vorm willen geven om ook op die manier iets te doen met opfrissen. Kijkend naar de tijd, wil ik er nog één vraagje uitvissen. Even kijken. Oh, die ging over het verslepen. Ja, die kwam ik terug. Die is misschien wel leuk, maar misschien wil jij die beantwoorden. In de scenario's komt regelmatig de vraag voor om een slachtoffer te verslepen. Ja. Zeggen wij als NNR iets over hoe dat moet? Nee, daar zeggen we eigenlijk niets over. Het is wel zo dat je allereerst de mogelijkheid moet hebben fysiek of je überhaupt het slachtoffer zelf kunt verplaatsen. Het moet op een veilige manier kunnen. We hebben daar geen richtlijn voor en dat zal altijd individueel bepaald zijn en de omstandigheid bepaalt of je wel of niet kunt of moet verslepen. Ja, ja, we zijn geen EBO-cursus, roepen we altijd, hè? Dus als er versleept moet worden, desnoods bij kop en kont. Op die manier. Oké. We hebben ook al aangegeven dat er misschien in het scenarioboek ook al dingen gaan komen die wat weer achtergrond. Hè? Zoals over de head CPR staat niet in de richtlijn. Dat zou een goed alternatief zijn in een kleine ruimte. Dus daar zullen we wel richtingen kunnen geven, maar met wel die verstande dat het niet als wetmatigheid geldt, omdat het niet in de richtlijn staat, maar wel als alternatief zou kunnen dienen. Dus dat zouden we in de scenario's wel wat richting in kunnen geven. Ja,
Dat gaat nog komen. Het is goed om te weten voor iedereen, hè, dit opfris, hè, dat we nu een opfrisprogramma hebben, is echt voor ons allemaal nieuw. En we moeten de komende jaren, en daarvoor hebben we ook een linkje op onze website opgenomen, waarin je feedback kan geven op alle materialen, moeten we de komende jaren ook gewoon gaan leren hoe dingen op hun plek vallen. Er zijn nieuwe feedbackmethodes geïntroduceerd, nieuwe modules, het wordt wat meer maatwerk voor instructeurs. We moeten allemaal daarmee gaan leren omgaan. En ik denk dat het heel belangrijk is ook dat we elkaar daar de tijd voor geven. Zowel wij jullie als instructeurs, als ook de docent-instructeurs waar jullie door geschoold worden. Als ons als NNR om dat een plekje te geven. En dat plekje geven en leren willen we de komende tijd vaker gaan doen met webinars. Niet elke week. Maar we hebben nu een webinar gehad over de opfristrainingen. Ik zag iemand die vroeg, betekent dat er al een webinar is geweest? Ja, dat klopt. Voor de zomer hebben we er eentje gehad over de basiscursus. Die staat op de website, die kan je daar terugkijken. En de komende periode zullen we het dus wat vaker gaan doen. En de onderwerpen die we daarvoor kiezen, die hangt af van wat er speelt. Corona, maar kan ook afhankelijk zijn van dingen die jullie aandragen. Hè? Dus als jullie leuke ideeën hebben voor een webinar, laat het ons weten. En we gaan kijken of we er iets leuks van kunnen maken. Dan wil ik hier wel een einde gaan maken aan het webinar, want het is 9 uur en we moeten het een beetje op tijd doen. Er staan nog vragen open en als het goed is, is het ons dit keer wel gelukt om alle vragen op te nemen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk van die vragen nog gaan proberen te beantwoorden in een Word documentje of iets. En dat mailen we naar jullie toe, zodat ook alle vragen die nog openstaan beantwoord worden. Het webinar is altijd nog terug te kijken, komt op de website te staan. En daar kunnen degenen die het niet gevolgd hebben, of als je zelf nog dingen hebt die je gemist hebt, altijd nog even terugkijken. En dan wil ik afsluiten met dat het aanstaande vrijdag World Restart the Hard Day is. En daarvoor zijn we actief op social media. Hekje World Restart the Hard Day. Je kan ons volgen op Instagram, je kan ons volgen op Twitter, op Facebook. En de vraag aan iedereen is, deel op die dagen alles met het hekje World Restart the Hard. En dan gaan wij het voor je delen, omdat we toch hopen dat we 16 oktober wat aandacht kunnen vragen voor World Restart the Hard Day. Nu alle activiteiten daaromtrent echt tot het nulpunt zijn teruggebracht. Helma, dankjewel voor vanavond. Ruben, dankjewel. En morgen gezond weer op. En morgen gezond weer op. Kita, Margreet, achter de achtergrond, dankjewel. En een fijne avond nog. En allemaal kijken naar Jinek en alles over wat we morgen wel en niet meer mogen. Fijne avond allemaal.